Huisarts is vertrouwen. Kent u die uitdrukking, dames en heren kijkers? Huisarts is vertrouwen. Dus één woord, huisarts en vertrouwen. Bij de huisarts moet je je veilig voelen. De huisarts ervaar je als basis van de gezondheidszorg. Hij kent jou. Oh, daar ben je er weer. Hij weet wat er aan de hand is. Bij hem kun je geheimen kwijt. Hij of zij is in staat om rust en evenwicht te brengen, je te kalmeren of door te verwijzen. Hij is jouw betrouwbare gids in een wereld die gezond, ziek en terminaal kan zijn. Huisarts en vertrouwen horen bij elkaar. En dames en heren, en dan ineens... Leuk. En dan ineens, dames en heren, ineens gaan de zorgverzekeraars de baas spelen. Ineens proberen de zorgverzekeraars de huisartsen ziek te maken. Ze moeten van elke patiënt, van elk menselijk wezen, een financieel object maken. De huisarts. Nou, het is geen patiënt, maar het is een financieel object. Huisarts, hè, lul. Hoe lang ben je ermee bezig geweest? En was het wel nodig allemaal met die patiënt? Hoe lang ben je ermee bezig geweest? En je moet 10 A4'tjes invullen en anders krijg je je geld niet. En dat ziektegeval van jou al helemaal niet. Je krijgt al helemaal geen geld. En je moet doen wat wij zeggen, want wij zijn de baas. Wij zorgverzekeraars zijn de baas. Ja, dames en heren, zo is de praktijk tegenwoordig. Huisartsen zijn tegenwoordig de slaafse werknemers van de autoritaire zorgverzekeraars. Professionele en bevlogen huisartsen moeten doen wat de gevoelsarme amateurs ze opdragen. Kill management denken tegenover betrokken gezondheidszorg. Kill management tegenover betrokken gezondheidszorg. Dood en verderf tegenover liefde voor het leven. Zo is het tegenwoordig. En natuurlijk overdrijf ik een beetje, maar de kern is waar. En daarom protesteert een meerderheid van de huisartsen, van de Nederlandse huisartsen, tegen deze onaanvaardbare werkelijkheid. En wij als klanten, als patiënten van de huisartsen moeten solidair zijn. Als je je huisarts niet meer kunt vertrouwen, ja, wie dan wel? Geef de huisartsen zijn zelfstandigheid terug en hou op met hem te pesten en te kleineren. Als je aan mijn huisarts komt, dan kom je aan mij. Ik wens u een fijne voortzetting en een aangenaam etensmaal.